Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Beste zusters, het onderwerp waar ik het vandaag over ga hebben, is subhanallah een heel belangrijk onderwerp, namelijk het kwaad. En hoe we moeten vermijden in de valstrikken van, de, van het kwaad te trappen. En Koran 14.1 zegt, leid de mensheid uit de duisternis naar het licht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We moeten eerst en vooral de intentie hebben om het kwaad te kennen. Uit angst om erin verstrikt te geraken. En we moeten weten hoe, het hoe we het kwaad moeten vermijden. Daar ga ik het vandaag over hebben. We moeten ons eerst en vooral de vraag stellen, wie is die shaitaan die we moeten vermijden? Nu in de Arabische taal. Betekent het woord Shaitan eenvoudig weggezegd ver weg zijnde? Ver weg zijnde van leiding, ver weg zijnde van de waarheid. Het zijn de mensen die het vers van al van de waarheid verwijderd zijn. En het heeft de betekenis van het overtreden van alle grenzen en limieten. Dus de shaitan van de mensen en van de djinn, die het vers verwijderd zijn van de leiding van Allah Subhanahu wa Ta'ala. En die het hoogste in rang van ongeloof in Allah hebben bereikt. En we refereren naar hen als zijnde de shaitan. Zij die het vers verwijderd zijn van het rechte pad. En we moeten inzien, en dat is heel belangrijk, dat de shayatin, shayatin is het meervoud van shaitaan, dat de shayatin zowel betreft de mensen als betreft de jin. He. Dus men denkt soms dat de shaitaan enkel maar refereert naar de djinn die de mensen uh, wil verwijderen van het uh, rechte pad van Allah. Maar dat is niet volledig. Want Allah zegt in el Koran, over, hij praat daarover, de shayateen van de mensheid en van de djinn. En de boodschapper Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, spoorde zijn metgezellen aan om hun toevlucht te zoeken bij Allah tegen de shayatin van de jin en tegen de shayatin van de mens. En de metgezellen vroegen: Ja Rasulullah, o boodschapper van Allah, is er zoiets als de shayatin van de mens?" En de profeet sallallahu alayhi wasallam bevestigde dit. Dus hij bevestigde dat de shayatin ook als mens onder ons is. En wij dienen dat echt heel goed te beseffen, want alles wat wij leren he, van de Sunna en van uh, el Koran dienen wij toe te passen in ons leven en uh, om te zetten naar ons leven. Dus als de Shia'tin als mens onder ons is, moeten wij niet denken dat dat zo ergens ver weg een groepje mensen zijn die ergens aan de top zijn en die heel de wereld uh, Besturen, hè? natuurlijk is dat het geval. Maar wij moeten beseffen dat de Shayatin onder ons is als mens. En dat kan zijn via een vriend, een goede vriend zelfs, een boezemvriend zelfs. Of via een familielid, SubhanAllah. Dus de Shayatin is als mens onder ons. En wij dienen dus alert te zijn. Dus de Shayatin. Met zijn valstrikken, met zijn trukken om ons te misleiden. Dat hij zowel als een gin opereert of als een mens opereert. En dat hij bestaat uit degenen die het diepst gevallen zijn, het verst verwijderd zijn van het rechte pad, door week, door week, door week zijn van het kwaad en ongeloof, is erop uit om de mensen, jou en ik, ons allen, te misleiden. En natuurlijk hun leider. Hun leider, de imam van alle shayateen, is Iblis. En Iblis, ja, we kennen zijn verhaal. Of de meeste toch, ik ga dat een keer heel kort herhalen. Iblis had alle zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Hm? Hij was de metgezel van de engelen. Hij was bij hen om samen met hen Allah subhanahu wa ta'ala te aanbieden. Hm? En hij leefde met hen in het paradijs. En hij had alle zegeningen gekregen. Denk daar eens, zo'n mooie positie, zo'n prachtige positie dat hij had. En Allah vroeg hem iets. Allah werd gevraagd om te buigen voor Adam, alayhi salam. En hij weigerde. Hij weigerde simpelweg dit te doen. Hij weigerde omdat hij zoveel trots had. Hij was opschepperig, ijdel arrogant en hij zei ik ben beter dan hem he, dan Adam ik ben beter dan hem u creëerde mij van vuur en u creëerde hem van klei hij had daar minachting voor dus de trots en arrogantie van Iblis voerde hem weg van het pad van Allah Subhanahu Wa Taala en zoals ik al had gezegd wij moeten dat vertalen naar ons eigen leven he. Onze trots en onze arrogantie hè, voor de, 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 de wetten van Allah subhanahu wa ala, of voor de Sunna of voor elk Koran, die kunnen ons ook alle zegeningen die Allah ons heeft gegeven wegnemen hm? en onze ondankbaarheid daarvoor. Allah kan alles terug wegnemen, net zoals hij Iblis uit het paradijs heeft gegooid. En Iblis deed een belofte aan Allah. Iblis zei: Bij het feit dat u me hebt misleid, ga ik hun, op hun weg zitten, in hun weg zitten op hun rechte pad. Ik ga hen opwachten op hun weg naar u. En ik kom van alle mogelijke richtingen. Dus Shaitaan komt van achter, van voor, links en rechts uit elke hoek. Dus deze iblis is de imam van de shayatin. Hij is voor hen een rolmodel, een voorbeeld dat ze willen volgen. Hij is degene die weigerde te buigen voor Adam alayhis salaam. En ook weer dienen wij dit in het dagelijkse leven te vertalen. Er zijn mensen, er zijn moslims die opkijken naar andere moslims die eigenlijk een volledige, volledige harame levensstijl hebben. Maar zij kijken naar hen op. Want zij hebben status, zij hebben macht, zij hebben geld, zij hebben een uiterlijk vertoon enzovoort, en ze willen dat dan ook hebben. En ze gaan in hun voetstappen treden. Subhanallah. En de shaitaan heeft respect gekregen hier op aarde voor een beperkte tijd die Allah alleen kent. En dit valt onder de wijsheid van Allah Subhanahu Wa Taala. En die wijsheid houdt in dat Hij, Iblis toelating heeft gegeven om gedurende een bepaalde tijd hier op aarde te zijn om ons te misleiden. Want door het feit dat Allah-Iblis deze toelating heeft gegeven, gaan wij het verschil, allez, wordt het verschil gezien tussen goed en kwaad. Zien we het verschil tussen de gelovige en de ongelovige. En we moeten goed beseffen. Een van de misleidingen is. Dat wij denken dat er allemaal rassen zijn, nationaliteiten zijn enzovoort. Maar er is maar één mensenras. Er is maar één ras en dat is het mensenras. En uit dat, in dat mensenras heb je twee zaken: de gelovigen en de ongelovigen. En deze shaitaan, hè, zijn misleidingen zijn een test voor ons en een uitdaging voor ons om zo de mogelijkheid te krijgen om het paradijs te bereiken, enzovoort. En we moeten niet denken dat Allah subhanahu wa ta'ala geen benul heeft van de valstrikken en de plannetjes van shaitaan. Sowieso ontgaat Allah niets, want hij is de alhoorende, de alziende, de alwetende. Allah is zich wel degelijk bewust van de alle valstrikken en plannetjes van shaitaan. Maar hij laat dit gebeuren... Voor een wijsheid die hij alleen kent. En we kunnen die wijsheid appreciëren of niet appreciëren, maar het is in de handen van Allah. Dus er ligt een wijsheid in deze valstrikken van shaitaan. En hier ligt dus de kans voor ons om dichter bij Allah te komen. En een kans om te vechten. Te vechten tegen de shaitaan maar ook te vechten tegen ons eigen zelf, onze nafs. En vechten tegen de shaitaan is een van de manieren om te vechten voor Allah. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Het is dus de bedoeling dat je vecht tegen de shaitaan en zijn valstrikken en plotten. En je hoort het al. Het is een werkwoord, vechten. Een werkwoord. Het is dus veel werk te doen. Je moet actie ondernemen. Hm? Het is dus de bedoeling achter de misleiding. Dat is dus de bedoeling achter de misleiding van Iblis. Dus dat is dat je elke dag dient te vechten. Je moet niet zeggen: ja, in mijn leven ga ik waarschijnlijk, zoals iedereen, wel eens een moment tegenkomen dat de Shaitaan mij in een valstrik heeft gebracht. En dan zal ik dan wel moeten vechten daartegen. Maar zo gaat dat niet. Shaitaan werkt elke dag. Hm? Dus die valstrikken en die plotten zijn er elke dag en wij zijn elke dag verplicht om daartegen te vechten. Elke minuut van de dag. Vanaf dat wij ontwaken. Hè? Ik ga een klein voorbeeldje geven. Er zijn mensen die een uh, radiowekker hebben om te ontwaken s'morgens. morgens. Hè? En die speelt dan muziek af. Subhanallah. Dus zij worden al wakker met popmuziek, de Koran van de shaitaan. Elke dag. Zo begint hun dag. Dus shaitaan is overal en altijd. En wij moeten daartegen vechten. Wij moeten ons beheersen. Wij moeten dat vermijden. Allah subhanahu wa ta'ala vermeld de valstrikken van de shaitaan in elk Koran. Hij zegt: de valstrikken van Shaitaan zijn constant en voor altijd zwak. Dus luister goed. Allah zegt niet: de valstrikken van Shaitaan zijn zwak. Hij zegt: ze zijn altijd zwak. En voor eeuwig zwak. Ze zijn zwak geweest en zullen altijd zwak zijn en blijven. Dus denk even na, beste zuster: hoe zwak zijn wij dan niet? dat wij in die zwakke vallen van de shaitaan trappen. Reflecteer daarover. En er zal nooit een plot van de duivel zijn dat ooit sterk zal zijn of worden. En dit om twee hoofdredenen. Twee hoofdredenen. De eerste reden waarom de valstrikken van de shaitaan nooit zullen beschreven worden als sterk en altijd zullen beschreven worden als zwak, is omdat... In antwoord op elk plot, elke valstrik, elke intrigue, elke verwikkeling of elke misleiding, er steeds een tegenplot is. Een tegenplot is. Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in El Koran: zij zetten een valstrik en ik zet een valstrik. En Allah is degene met de beste valstrikken, die de beste valstrikken zet. En de valstrikken van Allah zijn in antwoord. Op de valstrikken van zijn vijanden. Dus telkens als zijn vijanden iets beramen, samenspannen, misleiden en valstrikken zetten, zullen de plannen van Allah dit overwinnen. Elke keer. Elke keer. Telkens als deze vijanden een methode uitwerken om iemand te misleiden, zal Allah, subhanahu wa ta'ala, een tegenmethode hebben om die persoon uit die val te halen. Het is daarna dat we dicht bij Allah moeten blijven. Want hij helpt ons. Er bestaat, er bestaat geen plan of plot van de shaitaan... of Allah subhanahu wa ta'ala... heeft een sterker plot als antwoord. Als antwoord. Dus het is niet uh, het doel van Allah om te plannen... en, en plannetjes te hebben en intriges en al die dingen. He, dat doet Allah niet in de algemene zin. Allah subhanahu wa ta'ala... Zet alleen valstrikken als antwoord op de valstrikken van zijn vijanden. En dit is de perfectie van Allah. Dus zo zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala enkel plant in weerwoord op de plannen van zijn vijanden. En dat is wat wij als mensen moeten zien als voorbeeld. De shaitaan onder de mensen... Die hebben allemaal plannetjes, en we gaan het zo doen en zo doen en zo doen, en we gaan de bevolking zo en zo leiden in die richting. Ze pushen ons in die richting, ze duwen dingen in onze strotten. Je weet wel, er zijn genoeg voorbeelden. En wij moeten als moslims daartegen vechten, als antwoord. En wij dienen natuurlijk, als wij al op voorhand zaken weten, ons te beschermen. Onze kinderen te beschermen, onze vrouwen te beschermen. Heel de Ouma te beschermen. we dienen daar allemaal aan mee te werken. De tweede reden waarom de, plantjes, de plannetjes van Shaitaan altijd zwak zijn, is omdat diens vallen geen inhoud hebben, geen substantie hebben. En wat bedoel ik daarmee? Allah vermeldt in elk Koran dat de Shaitaan zelf zegt: wanneer alles voorbij is, wanneer het oordeel geveld is. Wanneer er een scheiding is tussen wie goed is en al wie slecht is, heeft Allah jullie de belofte van de waarheid beloofd. En ik beloofde jullie en ik brak mijn belofte. En ik heb nooit enige zag, controle of macht over jullie gehad. Alleen dat ik jullie heb uitgenodigd, gelokt. Dat is wat Shaitaan zegt. Dus de waarheid van de shaitaan is dat zijn valstrikken enkel maar een uitnodiging zijn. Hij lokt ons. De valstrikken van shaitaan hebben dus geen enkele substantie of inhoud. Ze zijn inhoudloos, leeg, een lege doos, maar mooi en verleidelijk verpakt. Het zijn zeker geen valstrikken die, die jouw fysiek beet nemen. Het is niet dat shaitaan jou pakt. En vastbindt of zo, hè, zodat je geen, geen uitweg niet meer hebt en dat je wel gedwongen bent. Nee, dat is helemaal niet aan de hand. Hè, het enige wat Shaitaan doet, doet, is jou uitnodigen uh, voor het feestje. Hè, en het is aan ons of wij op die uitnodiging ingaan of niet. Dus wij hebben veel een grote verantwoordelijkheid. En Shaitaan zegt zelf: Ik had geen gezag over jullie, ik was nooit in de mogelijkheid om jullie te leiden. En ik was nooit in de mogelijkheid om jullie zomaar te misleiden. Ik heb nooit de macht gehad om jullie tot iets te dwingen of om jullie met geweld van het rechte pad af te laten dwalen. Het enige wat ik kon doen is jullie uitnodigen. He, dus roepen en lokken, dat is wat de shaitaan doet. Kom maar, wees maar gehoorzaam aan Allah subhanahu wa ta'ala, kom met mij mee, amuseer je maar enzovoort. De shaitaan kan niet meer doen dan jou roepen en lokken en verleiden. Je uitnodigen tot ongehoorzaamheid. De keuze ligt dus volledig bij ons. En we moeten ingaan, en ik bedoel, of we, uh, of we zullen ingaan op zijn uitnodiging, ofwel zijn uitnodiging zullen afslaan, dat ligt volledig in onze verantwoordelijkheid. Dus, dit zijn al twee redenen waarom de valse van Shaitaan altijd zwak zijn. Dus, ten eerste, dat voor elk plan de Shaitaan smeet Allah een tegenplan heeft. En ten tweede, dat de valse van Shaitaan geen gewicht hebben, geen inhoud hebben, ze hebben geen enkele macht, geen enkele sultan, geen enkele autoriteit. Het enige wat ze zijn is een uitnodiging tot ongeloof en ongehoorzaamheid. Subhanallah. En het enige wat de duivel eigenlijk doet, is zeggen, kom naar het feestje, je zal je amuseren, je zal genieten. Of hij zegt, kom we gaan dit en dat doen, je zal veel geld verdienen. En het is aan ons of we ja zeggen of weigeren. Shaitaan kan ons niet dwingen, dus je kan dat nooit als excuus gebruiken. Uiteindelijk is zijn, zijn methode eeuwig zwak. En wij dienen toch geen zwakke methodes te volgen, hè? Dus we zijn zelf verantwoordelijk. Nu gaan we eens kijken naar de algemene bedoelingen van de shaitaan. Hm? Zijn valstrikken zijn niet zomaar uh, willekeurig, doelloos of aanordelijk. Zijn valstrikken hebben een bedoeling en hebben een plan. De duivel is belust op resultaten. En hij wil met zijn valstrikken de beste resultaten als mogelijk behalen. Hm? Maar als die beste resultaten niet mogelijk zijn, dan neemt hij genoegen met een minder resultaat, of een minder resultaat, of een minder resultaat, enzovoort. Dus de shaitaan heeft een set resultaten tot zijn beschikking. Dat zijn zijn doelen. Nu, zijn hoogste doel. Het doel waar hij zo hard mee bezig is. Dat hij bij hem het geliefst is. Dat is dat hij ons zover zou kunnen krijgen... Om ons ongelovig te maken, om ons het geloof in Allah te doen verliezen, hm? te doen opgeven. Dat we ongelovigen worden, dat is zijn meest begeerde doel. Shirk. En waarom? Omdat hij vol zit met trots, nijd, jaloersheid. Hij kan het idee niet verdragen dat jij en ik gehoorzaam en onderdanig zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij kan dat niet verkroppen. Waarom zou jij gehoorzaam zijn aan Allah terwijl hij dat niet is? Hij heeft die trots en neid in zich. En hij zegt: Waarom worden zij geleid? Waarom gaan zij naar het paradijs terwijl ik gedoemd ben tot het half uur? Ik wil dat ieder van hen stuk voor stuk uh, met mij meekomt. Vanwege zijn trots, vanwege zijn neid, mogen Allah hem vervloeken. Dus dat is Shaitaan's plan. Dus dat is het eerste doel, zijn eerste valstrik. Om ons tot ongeloof te brengen. En denk maar niet dat vanaf je ongelovig bent, dat Shaitaan jouw vriend is. Dat hij je zal beschermen en voorzien. Nee. Vanaf je ongelovig bent, trekt Shaitaan zich terug. En zegt hij, ik heb hier niks mee te maken. Hij laat je vallen. Hm? Eerst lokt hij je, verleidt hij je, en op het moment dat hij jouw ongeloof heeft bereikt, laat hij je vallen. Hij zal die trachten te bereiken door je partners met Allah te doen maken. Door je rechten en krachten te doen geven aan personen of aan dingen dan Allah. Hm? En dan nog een volgende. Uh Stap, resultaat. Dus als hij jou niet tot ongeloof kan uh, krijgen, dan gaat hij genoegen nemen met een lager stapje. Shaitaan weet dat hij verdoemd en vervloekt is door Allah. He. Hij weet dat omdat hij vervloekt is door Allah, hij nooit succes zal hebben. Hij zal nooit succes hebben. Dus hoe ga je nu iemand volgen in de hoop voor, he, om succes te hebben. Je volgt iemand die zelf al geen succes heeft. Dat is in het dagelijkse leven. En Shaitaan zegt oké, okay, ik heb hem of haar niet tot ongeloof kunnen brengen, ga ik wel een trapje lager. Ik ga over tot Bida. Bida innovaties. Waarom is Bida de eerste volgende stap naar beneden, als Allah je niet tot ongeloof kan brengen? Waarom bid hij boven alles? Waarom gaat hij je innovaties laten doen? Wel, kijk, de duivel weet hoe vergevingsgezind Allah subhanahu wa ta'ala is. En ik ga je een voorbeeld geven. Van Ferran. Ferran lag op sterven. En Jibril stopte snel modder in zijn mond. Om te voorkomen dat Ferran zou zeggen la ilaha illallah. ...en dat Allah hem zou vergeven. Jibril was bang dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...met zijn oneindige baarmachtigheid eh, ...zelfs Firao zou vergeven. Dus, shaitaan weet hoe vergevingsgezind Allah is. Daarom zal shaitaan je een zonde laten doen... ...waarvoor je nooit of te nooit of te nooit vergeving gaat vragen. Laten we eens naar Bida kijken. Het gevaar met Bida is dat je enkel... dat je denkt dat je iets goeds aan het doen bent. En dat je dus nooit gaat zeggen... ja, laat, vergeef me. Als je fouten maakt in je religie... maar je weet het niet... dan ga je daar ook geen vergeving voor vragen. Dus het kan zijn dat jij door onwetendheid... of je bent misschien ja, eigenlijk te lui om kennis op te doen over het geloof... dat jij daardoor bij een secte terechtkomt. En die scheich, ja, die, die, die heeft zijn eigen methodes en die heeft allerlei innovaties, maar hij zegt dat dat de waarheid is. He, dat er uh, in het ongeziene, dat hij contact heeft met het ongeziene en daardoor meer weet. Hij weet zelfs meer dan Rasulullah sallallahu wa sallam. En jij volgt hem. En jij doet dan, ja, innovaties, bida. Zonder dat jij het weet, want jij denkt: Ik ben iets goed aan het doen, ik ben zelfs beter dan de andere moslims. Dat is dus de valstrik. En ondertussen, dat jij die zaken doet en je denkt dat dat goede daden zijn, vernietigt Allah die daden. Want het is vol met innovaties. Dus bijvoorbeeld, je doet Ramadan. Maar het zit vol innovaties. Ja, jouw ramadan gaat niet geaccepteerd worden. Want jouw akida klopt al helemaal niet. Jij gaat op hajj. Ja, die hajj, dat helpt niet, want je hebt daar innovaties gedaan. Enzovoort, enzovoort. Ook in het gebed. Hoe kan jouw gebed geaccepteerd worden? Jouw dua's beantwoord worden als die vol met innovaties zitten. En dit is wat shaitaan doet. Jouw aanzetten tot shirk. Dus als hij jou niet tot ongeloof kan aanzetten, dan gaat hij over tot shirk, tot bida, tot innovaties. Eh, gaat hij, als hij jou niet tot shirk kan aanzetten, gaat hij over tot bida en innovaties. Dus daarom is innovatie zo, zo, zo gevaarlijk. Hè? Omdat het een hoofdzonde is en omdat je hier geen vergeving voor vraagt, omdat je niet beseft dat je iets verkeerd aan het doen bent. Dat is dus de valstrik. Maar Shaitaan weet dat hij vervloekt is. En hij weet dat alle succes, dat Allah hem geen succes voor hem heeft neergeschreven. Daarom is hij bereid om het minder genoegen te nemen dan ongeloof. Oké, okay, zegt hij, sommige mensen kan ik niet overhalen tot ongeloof. Sommige mensen kan ik niet aanzetten tot shirk. Ik kan ze geen innovaties aanpraten. Ik ben bereid een niveau lager te gaan. Ik zal al tevreden zijn met dat zij euh, hoofdzonde begaan. Zij dus moedigt ons aan om hoofdzonde te plegen en steunt ons daarin. Bijvoorbeeld alcohol drinken, drugs, porno, voorhuwelijkse betrekkingen, overspel, zinna, ongehoorzaamheid aan de ouders, stoppen met bieden en ook oplichting, bedrog en afpersing. Kortom, shaitaan spoorde ons aan om hoofdzonden te plegen. En hij weet heel goed dat deze hoofdzonden ons hart bedekken en verzegelen. Telkens komen er zwarte plekken op het hart. Meer en meer. Elke keer als je die hoofdzonde begaat. Totdat je hart verzegeld is en hard geworden is. En shaitaan weet dat deze hoofdzonde enkel te vergeven is met tauba, met oprecht berouw. Je kan niet gewoon zeggen, astaghfirullah. Je moet echt berouw tonen, je moet die zonde benoemen, je moet tegen baan, wat Allah subhanahu wa ta'ala zeggen, ik heb spijt van die zonde, He, en dan moet je dat met naam benoemen, en ik heb de intentie om dat nooit meer te doen, en je vraagt hulp aan Allah. He, je vraagt om vergeving, je zegt dat je berouw hebt en dat je dat nooit meer gaat doen. En over dat hé, uh, heb ik een video gemaakt. En die noemt Berouw, nubbelpunt, uh, voorwaarden ter acceptatie. Dus kijk een keer naar die video, dan weet je als je hoofdzonde uh, hebt begaan, hoe dat je dan berouw moet tonen opdat die geldig zou zijn, omdat die aanvaard zou worden. Hm? Dus je dient Allah specifiek om vergeving te vragen. En. Wat doet het nu? Wat weet de shaitaan? De, de satan waagt zijn kans hier omdat hij aanneemt dat je toch geen vergeving zult vragen voor die zonde. Omdat die zonde jou, als het ware, in de greep hebben. Hè? Ik ga een voorbeeld geven. Je hebt een arame relatie met iemand. Ja. Daar vergeving voor vragen, maar dan s'avonds terug afspreken met die jongen. Ja. <laughs> Zie? Dus... Uh, de shaitan weet ze gaat daar geen vergeving voor vragen, want ze zit helemaal in die ban van die jongen. En dat is ook met, met alcohol: je, kan geen, je gaat geen vergeving vragen voor alcohol, want een half uur daarna ga je weer een glas alcohol drinken. Dus dat is de, de, de kennis die shaitan over ons heeft: Hij kent onze zwakke plekken. Dus. Shaitaan zal alles doen dat wij hoofdzonde zouden begaan. En wij komen dan in die greep van die hoofdzonden. Dus wat is er nu het grote gevaar van hoofdzonden, beste zuster? Hoofdzonden, bijvoorbeeld een arme relatie. Daar komen nog andere zonden bij kijken. En die kozen ook nog andere hoofdzonden. Of het gebruiken van drugs. Het gebruiken van drugs bijvoorbeeld, dat is een hoofdzonde, je kan je je bed niet verrichten, je, je krijgt afstand met Allah, maar er komen nog andere zonden bij. Je bent iemand die veel licht, die continu licht, die mensen afperst, die steelt. Dus denk maar niet, ah ja, mijn, mijn, mijn hoofdzonde is dat. Daar komen nog een hele hoop andere zonden bij. En met die hoofdzonde, hè, van drugs nemen of gameverslaving hebben of pornoverslaving of in een harame relatie verwikkeld zitten en dan van de ene harame relatie naar de andere gaan, dat brengt zoveel andere zonden met zich mee dat je op den duur helemaal vast zit. Want het is zo complex. Het is niet meer, ja, ik moet stoppen met dit of ik moet stoppen met dat. Het is eigenlijk heel jouw leven bijna. En Shaitaan heeft jou dus goed vast. Zie, dus dat is een groot gevaar bij hoofdzonden. Dus dat weet de Shaitaan. Maar als de Shaitaan jou niet kan overhalen om hoofdzonden te plegen, dan gaat hij ook weer een stapje lager gaan. Hij gaat je dagelijks, of toch heel dik was, kleine zonden laten begaan. En waarom? Wel, Allah subhanahu wa taala zegt van iemand die twijgjes op een vuurtje gooit, allemaal kleine twijgjes op een vuurtje gooit. En nog een, en nog een, en een klein tok, een stokje, een klein twijgje, enzovoort. Maar op den duur heb je een enorm vuur. Een enorm vuur. Dus Shaitaan weet als hij iemand stapsgewijs, druppelsgewijs vergiftigt met allerlei kleine zonden, hè, die zich opbouwen en opbouwen, hij deze persoon tenslotte kan vernietigen. He, deze persoon zal deze kleine zonde zo dikwijls begaan, dat ze in hun geheel een hoofdzonde worden in de ogen van Allah. Dus je moet goed beseffen dat je, als je een kleine zonde dikwijls en regelmatig begaat, zo een hoofdzonde wordt in de ogen van Allah. Dus de shaitaan zal je kleine zonde laten begaan, zoveel keer als mogelijk. Maar in jouw ogen lijkt het allemaal onschuldig. En Shaitaan weet dat er ook mensen zijn die hij niet gaat kunnen overhalen om die kleine zonde te doen. He, toch niet frequent. Hm? Dus heeft hij al een ander plan klaar. Een ander plan klaar. En dat is dat hij de mensen uh, gaat bezighouden met zaken die geen beloning opleveren. Gaan shoppen, computerspelletjes spelen, met je vrienden staan praten over niks overdreven met sport bezig zijn enzovoort enzovoort. De shaitaan zegt: "Doe maar wat je wil als je maar geen daden doet waar je een beloning van krijgt van Allah. Beloning voor krijgt van Allah. Zie hoe duivels, hoe corrupt zijn hart is, hoe kwaad en nijdig dit hart van Iblis is, dat hij zelfs als al weet dat jij een grote kans maakt op het paradijs, hij nog alles zal doen opdat jij de onderste, onderste, onderste laag van het paradijs maar zou hebben. Dat jij maar heel, allez, op het randje in het paradijs geraakt en daar de onderste laag krijgt. Dus hij gaat zorgen dat jij je tijd opgebruikt met zaken die geen uh, beloning, uh, uh, waar je geen beloning voor krijgt van Allah. Maar daar is ook weer een Extra val. Hè. Deze zaken waar je geen beloning voor krijgt, kunnen op den duur wel een serieuze zonde worden. Bijvoorbeeld jouw werk. Je denkt: ik heb het geld hard nodig, zonder dat geld raak ik er niet en daardoor ga je niet naar de moskee. Of je hebt een zaak, Alhamdulillah, ze, ze gaat goed, Allah heeft je veel zegeningen in die zaak uh, gegeven. Uh, je kan je gezin onderhouden, je kan zelfs nog familieleden uh, geld geven enzovoort. Maar je zegt als ik die zaak heb in, ik zal maar zeggen in Antwerpen, ah, ik ga nog een, een filiaal openen in uh, Gent of in Amsterdam of in Rotterdam en meer en meer en meer. Met gevolg dat je absoluut geen tijd meer hebt voor je bezig te houden met uh, el-islam. En jij, jij wordt egoïstisch. Hè? Zie hoe dat het kan verlopen. Uh, het begint allemaal onschuldig, maar ineens zit jij helemaal ergens anders. Ook met studeren. Je hebt geen tijd meer om te bidden. Je hebt geen tijd om Islam te bestuderen. Is, uh, Ramadan sla je over enzovoort. Uitgaan met vrienden doe je liever dan elke Koran lezen. En ook shoppen. Er zijn mensen die shoppen en shoppen en shoppen gewoon maar om te shoppen. Dat is een bezigheid, een wegvluchten. En ze zitten ook heel de hele tijd op, uh, op, op internet online te shoppen. Hè? En ze vergeten El Islam. En hun focus ligt helemaal op de dunya. Met gamen net hetzelfde. Hè? Gamen op zich dat is niet haram. En als je een halal gamespel speelt, is niks mis mee. Maar wij weten allemaal hoe dat gamen in elkaar zit. Hè? Ze zijn gemaakt op zo'n manier dat je er sowieso aan verslaafd raakt. En de meeste gamespelletjes zijn haram. Er zitten veel harame elementen in. En je speelt en je speelt en je gebruikt al jouw tijd op. En islam, met veel moeite doe je nog het gebed. En jouw, jouw, jouw geest zit vol van dat spel. Hm? Maar toch... Shaitaan beseft dat zelfs sommige mensen hij niet kan aanzetten tot het verliezen van hun tijd. Maar Shaitaan heeft dan ook weer een ander plan klaar. Hij zal je dingen laten doen die niet zoveel beloning opleveren in plaats van zaken die veel belo 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 beloning opleveren. Hij maakt het jou gemakkelijk. Bijvoorbeeld een geleerde. Je ziet, Shaitaan bewerkt werkelijk iedereen. Een geleerde moet een, een belangrijke goedba geven. Als ah, Shaitaan zal zeggen, zal in zijn oor fluisteren. Doe het nachtgebed niet, want je moet morgen fris zijn, alert zijn. Dus het nachtgebed brengt meer beloning op dan die goedba. En Shaitaan laat jou een keuze maken door te kiezen voor die goedba. En niet het nachtgebed te doen. Enzovoort. Dus hij bewerkt werkelijk iedereen. Dus er zijn momenten in jouw leven of op jouw dag dat jij een goede daad zou willen verrichten. Wel, Shaitaan zal ervoor zorgen dat jij de daad kiest met de minste beloning. De minst goede daad. En dan nog een heel belangrijk punt van Shaitaan. Shaitaan taxeert zijn tijd op deze wereld hoog. Hoog. Hij neemt zijn tijd hier op deze wereld heel oos serieus. En wij moslims. Hè, misschien waarderen wij onze tijd hier niet. Wij lopen zonder hoofd rond. Maar de shaitaan taxeert zijn tijd hoog. Hij weet dat zijn eindbestemming de hel is... En hij maakt maximaal gebruik van zijn tijd hier. Hè, om zoveel mogelijk mensen te misleiden. En wij moeten een keer kijken. Shaitaan die bestaat al van voor Adam salam, Al duizenden en duizenden en duizenden en duizenden, duizenden jaren. En wij mensen, wij, hoe lang leven wij ongeveer? Als we 80, 85 worden, alhamdulillah, mogen wij heel blij zijn. Dus... Dat is een heel korte periode in vergelijking met Shaitaan. Maar Shaitaan gebruikt elke fractie van een seconde. En wij? Oh, we hebben nog alle tijd. Wij zijn jong. Mensen van 50 jaar zeggen nog dat ze alle tijd hebben. En zo leven wij. Later, later, later. Eerst de dunya, de dunya, de dunya. Subhanallah. Shaitaan uh, misleidt ons stapsgewijs. En hij neemt zijn tijd hiervoor en hij heeft een oneindig, oneindig geduld. Shaitaan maakt zich niet druk of het uh, tien jaar zal duren om een mis, uh, persoon te uh, misleiden. Of zelfs zijn hele levensduur duurt. Hey, als hij op zijn einde van zijn leven hem shirk zal kunnen laten plegen, dat is goed. Shaitaan heeft geduld. En hij geeft er niet om dat het soms twintig jaar duurt om een volledige generatie op het slechte pad te brengen. En zelfs een hele bevolking te misleiden naar de afgrond. Hij neemt zijn tijd. En hij blijft gefocust op zijn einddoel. Hij wil ons allemaal de helling krijgen. Zo heeft hij verschillende generaties bewerkt om een volledige bevolking te misleiden tot schirk. Vroeger de mensen. Zij, er waren daar uh, hele gelovigen, hè, en die waren dan heen gegaan, die waren gestorven. Dus Shaitaan fluistert in, ja, om hen niet te vergeten, hè, maak een afbeelding van hen. Zodat je hen steeds kan herinneren. Maar niet aanbieden, niet aanbieden, gewoon een afbeelding. Ah ja, de mensen doen dat. Want dat is natuurlijk ook leuk, hè, een afbeelding maken. En daarna zegt Shaitaan, ja, jullie ze hebben nog meer technische kennis. Maak een beeld. Maak een beeld. En ze maken eerst een klein beeldje en dan een levensgroot beeld. Ter herinnering, niet, niet voor aanbidding, niet voor aanbieding, gewoon herinneren. En generatie na generatie zie je plots hè, dat die vaders voor dat beeld zitten in aanbieding. Offers brengen, smeedbedes verrichten en alleen nog over hen praten en Allah vergeten. Zij hebben geluisterd naar de shaitaan. Hm? Dus zo introduceert uh, shaitaan, shirk, in onze, umma. in onze umma. En kijk naar het tijdsverloop. Eerst begint hij met iets kleins. Maar hij gaat altijd verder, want hij heeft zijn plannetjes. Hè. Hij kent het einddoel. En zo moet je dat ook vertalen naar dagdagelijkse zaken in ons leven. Hé, we gaan eens kijken bij de zusters. Vroeger, overal ter wereld, in, in, uh, in Europa zelfs ook, vrouwen droegen lange kledij. Wat gebeurde er? Shaitaan was bezig. Hij had zijn plan, het eindresultaat, maar hij begon druppelsgewijs. Hij zei: Die lange rok, geen probleem, maar gewoon 10 centimeter korter. He, voor het gemak, voor mobiliteit. En dan werd hij korter en korter. Dan was het onder de knie, dan net boven de knie. En nu heb je de mini En een shortje. En net zoals de mouwen. He, eerst lange mouwen. Dan een beetje korter, dan net onder de elleboog, dan net boven de elleboog en nu heb je enkel nog maar zo'n een, een liedje. Subhanallah. Een topje met een shortje, blote benen, hoge hakken, los haar. Maar moest Shaitaan dat voorgesteld hebben 150 jaar geleden? Geen enkele vrouw zou dat gedaan hebben. Geen enkele vrouw. Maar hij is begonnen met tien centimeter van die rok. En zo is de, het geduld van, van uh, shaitaan. Elke keer een druppeltje gif. En nu zien we onze dochters, zelfs onze moeders, zo over het straat lopen, subhanallah. Hm? Dus hij neemt generaties de tijd om dit te verkrijgen. Shaitaan is zeer geduldig. Maar wij, als waarachtige moslims, moeten nog veel geduldiger zijn dan shaitaan. Nu gaan we eens uh, spreken over de specifieke plotten en valstrikken die shaitaan gebruikt. El Koran spreekt over specifieke valstrikken en laten we daar eens naar kijken. De Koran vertelt dat de shaitaan ons armoede belooft. Armoede. En dit is een heel gevaarlijke valstrik waar vele, vele, vele moslims in trappen. En laat ons denken dat we arm zijn of arm zullen worden. En dit beweegt, dit, dit beweegt ons tot immoraliteit. Immoraliteit. Bij shaitaan is het hem vooral te doen om zoveel mogelijk... Uh, mensen zich te laten hechten aan de wereld, aan de dunya, heel hard te laten hechten aan de dunya, en je het gevoel te geven dat je niet succesvol bent, dat je niks bereikt hebt, die angst, hm? dat je die of die studies moet volgen, ook al brengen die, zorgen die studies dat je compromissen moet sluiten met je geloof. Hij laat je geloven dat je die of die job nodig hebt, ook al is die job niet halal. Hij beweegt je tot daden die de woede, die de woede, de toren van Allah opwekken. Je kan zelfs crimineel worden enzovoort, allemaal uit angst. Shaitaan zal zorgen dat je veel te veel vast komt te zitten aan deze wereld. En Allah vraagt ons niet om in armoede te leven. Ons geloof vraagt ons niet dat wij ons opsluiten in kloosters en leven als de paters en de nonnen, zoals bij de christenen. Maar islam, islam vraagt ons om niet met je hart gehecht te geraken aan deze wereld, aan de weelde die je hebt. Als rijkdom komt, dan komt het. En komt het niet, dan is het ook zo. Het is niet het belangrijkste. En. Oprechte moslims spenderen niet dag en nacht aan het vergaren en onderhouden van hun weelde. Hm? Maar de meeste tijd wordt wel aan de dunya besteed, subhanallah. En velen zullen moeten toegeven, en dat is ook een valstrik van de shaitaan, dat ze niet met de umma van de profeet salallahu alayhi wa bezig zijn, maar vooral met zichzelf. Ikke, ikke, ikke. Mijn leven, mijn geld, mijn werk, mijn studies, mijn sport, mijn uiterlijk, mijn plannen, mijn status, mijn mening, mijn vrijheid enzovoort. Subhanallah. Daar ligt onze focus op de dunya en op ons eigen ik. En al onze tijd en energie gaat daar naartoe. Stel, er komt vandaag iemand naar je toe en die zegt dat je nog. Deze nacht zult sterven. Je zou niet meer om je job geven, want die telt toch niet meer dan. Hè? Of je zou uh, niet uh, bekommerd zijn om je geld. Je zou enkel bekommerd zijn om het aanbieden van Allah subhanahu wa ta'ala. En natuurlijk, zoals de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. Wij vragen je niet te stoppen met werken, of je volledig af te sluiten van deze wereld, of je niet eens te amuseren. Nee, dat vragen wij niet van jou. Maar zorg ervoor dat een groot deel van je tijd hè, naar datgene gaat waarvoor Allah Subhanahu wa Ta'ala je heeft ge gecreëerd. Daarom moeten wij zoveel als mogelijk goede daden verrichten. En hoe kan je nu goede daden halen uit iets dat uitsluitend werelds is? Hm? Wel, door te zorgen dat je intentie is dat je doet voor Allah, omwille van Allah. Bijvoorbeeld, je gaat werken voor een loon dat je besteedt aan je gezin, aan je vrouw, aan je kinderen. Want dat is wat Allah wil. Je gaat dus niet werken om jezelf. He, omwille van jezelf of omwille van je lusten naar meer en meer en meer, naar aanzien of naar macht. Het moet zijn omwille van Allah en Allah wil dat je het besteedt aan je gezin, je vrouw, je kinderen en aan de armen en de wezen enzovoort. Voor die intentie waarvoor je dus gaat werken, omwille van Allah, voor die intentie word je beloond. Shaitaan zal zorgen dat je bang bent om arm te zijn, hm? en dat heeft twee kanten. Sommige mensen willen echt nederig leven en eenvoudig leven, maar ze zijn bang dat de anderen dan gaan zeggen: hij is arm. Dat heb je. En langs de andere kant uh, fluistert Shaitaan jou echt armoede in. Hey, als je dat en dat, dat niet doet, dan ga je arm zijn. En dan heb je geen leven. Hm? Hij fluistert in dat je onmogelijk genoeg kunt verdienen met halal werk. Dat je zonder die alcohol die je verkoopt in je winkel of restaurant je omzet niet haalt. Hm? Je vergeet dat Allah, hey, dat als Allah het wil, hey, je kan overspoelen met geld en rijkdom. En je vergeet. Als je rijkdom hebt vergaard, Allah je rekenschap zal vragen van waar die rijkdom afkomstig is. Zo kan Allah alle zegeningen uit je weelde halen. Dus je hebt wel weelde, maar je kan er niet van genieten. Je vindt er geen rust in. Zonder de toestemming van Allah zal je niet van je weelde kunnen genieten. Je zal nooit tevreden zijn. Je zal altijd meer willen, geen rust vinden en bovenop nog jaloers zijn op iedereen die meer heeft dan jou. Zo moet je inzien dat je zelf ook initiatief dient te nemen, dat je ondernemend dient te zijn. Zo kan je bijvoorbeeld niet-alcoholische dranken en cocktails aanbieden en zo een ander cliënteel aantrekken. Hè? Mensen die zelf ook geen alcohol drinken en die blij zijn dat ze in een alcoholvrij restaurant rand kunnen zitten met hun kinderen. Dat is met dit slimme plan. Ga je dan ontsnappen uit de klauwen van de shaitaan en werk je mee aan een halale umma. En zo leg je jouw geloof en vertrouwen bij Allah. Arachman, Arachim. En dan nog het volgende: Shaitaan biedt je op een schoteltje al wat immoreel is. Zina, vrij mixen met mannen, mannen en vrouwen die ergens onbeschaamd staan te praten en te flirten, chatten met jongens op Facebook, sms'en, telefoneren. Al deze immorele zaken die leiden tot zina, met als gevolg het afbrokkelen van de maatschappij, onze om. En Shaitan is er als de kippen bij om jou dit aan te doen. En dat doet hij vooral bij jonge mensen. Hij speelt op hun emoties, hij speelt op hun noden en verlangens en het feit dat hun, hun uh, hormonen veranderen. Hij maakt daar misbruik van. Alle trucs zijn welkom om zijn doel te bereiken. En zijn doel is het afbrokkelen van de om. En hij gebruikt zelfs religie. Zo zal hij bijvoorbeeld een jongen. Uh, met een groep meisjes in contact brengen. Hey, om Bida, om Dawa uh, om om te doen. Hey, want die meisjes zitten op de universiteit, en ze weten nog niet veel, en ze praktiseren niet, en hij wil dat wat bij hen doen. En zo brengt hij in, uh, zich in, uh, hem in contact met hen. Of op Facebook praten broeders met onwetende bekeerde zusters. En ze benaderen hen via chatten of op bekeerlingenpagina's. Hey, om dat wat te doen. Dit zijn de vuile trucs van Shaitan voor de jonge moslims. Hm? Hij overtuigt je dat wat je doet goed is hè? en dat het in de naam van Allah is. En hij zegt, praat maar tegen die jongen of dat meisje. Hm? Ze heeft vragen over het geloof of ga maar uit met die jongen want jullie gaan toch trouwen. Shaitaan zal je non-stop aanmoedigen. Omgang met jongens zal hij altijd aanmoedigen. Want hij weet welke gevolgen het heeft voor de maatschappij omdat dit families verscheurt. Hm? En er zijn heel veel, heel veel tristige verhalen die ik hoor. Shaytan weet dat jullie op den duur zo gehecht gaan geraken aan elkaar. En dat je familie waarschijnlijk niet akkoord gaat en je ruzie krijgt met elkaar. En je wordt boos en je loopt weg met die jongen. En jullie keren jullie af van el-islam. Hoeveel meisjes zijn er niet die van huis weglopen, subhanallah? Zich tegen hun ouders en tegen heel hun familie hebben gekeerd. Geen hijab meer dragen, niet meer praktiseren. Allemaal voor een jongen. En een jongen die geen eens wil trouwen, die enkel wil spelen. Shaitan kent het effect van de teleurgang van de moraal van onze gemeenschap. En dat heeft nog een vervolg. Sommige ouders zijn zo bang dat hun dochter zal weglopen dat ze constant toegevingen doen. Subhanallah. Ze laten hun dochter haar gang gaan. Als ze maar thuis blijft. Hè? Als ze maar niet ergens anders gaat wonen of met die jongen wegvlucht. En ze geven geen kritiek meer. Ze zwijgen. En over el-Islam wordt er niet meer gesproken. En ondertussen zien jonge, jongere zussen in, uh, in, in het gezin wat er aan de hand is. En ze gaan het gedrag van hun oudere zus nadoen. En ook dan hebben de ouders niets meer te zeggen. Want het jonge kind zegt: Wat zij mag, mag ik ook. En dan de andere ouders hè, die dat zien. Die dat gedrag van die ouders zien, die zeggen: Ah ja, het mag. Want zij laten het ook toe bij hun dochter. Het is nu deze tijd. Het hoort bij deze tijd. Subhanallah. Hoeveel onder jullie kennen iemand die een harame relatie heeft en ook vijf maal per dag bidt? Heel weinig. Ik zeg niet dat dat niet bestaat, maar heel weinig. Heel weinig. Lieve zusters, mijn zusters. Bieden houdt je moraal hoog. Naar de moskee gaan zorgt dat je beter bestand blijft tegen de valstrikken van de shaitaan. Ook naar lezingen gaan, naar zusterbijeenkomsten gaan. En als men toch een relatie heeft, die haram is, dan zal die eindigen op een heel natuurlijke manier. Dankzij het gebed. De salaat, het gebed zal hij stoppen om er meer door te gaan. Automatisch. Subhanallah. En als iemand toch in zo'n situaties blijven zitten, zeg ik, ofwel bid je niet, ofwel wordt je gebed niet goed verricht. Want als je gebed goed en correct zou verrichten, is dat automatisch een bescherming. En dan ga je automatisch met die relatie stoppen. En er is nog een ander hoofdstuk in de, in de Koran dat zegt, waar Allah zegt over de shaitaan. En hij commandeert je alles wat slecht is. En hij commandeert je zedeloosheid. Subhanallah. En ook het volgende. En hij commandeert je dingen te zeggen over Allah waar je geen kennis over hebt. Dat is dus ook een valstrik van de shaitaan dat je zaak beweert van Allah en je geen eens weet of het wel waar is, of niet waar is. Je weet dat gewoon niet. Hoeveel keer maken we geen bewering over Allah zonder daarbij na te denken? Je zegt bijvoorbeeld als er iets niet goed gaat in jouw leven: waarom gebeurt dit met mij? Het leven is niet eerlijk. Dit zijn uitspraken over Allah waar jij geen weet van hebt. Jij weet niet waarom Allah dat met jou heeft gedaan. Of je zegt bijvoorbeeld, Allah houdt niet van mij. Allah beantwoordt mijn smeekbeden niet. Of ik ben te min of te slecht voor Allah. Dit zijn allemaal beweringen over Allah waar je totaal geen weet over hebt. En het zijn een van de grootste zonden die worden genoemd in elk Koran. En dat zijn valstrikken van de shaitan. Dus shaitan zal je aanmoedigen en aanmoedigen om beweringen over Allah en over islam te doen waar je geen kennis van hebt. En shaitaan is leep, is leep. Hij weet zeer goed hoe hij te werk moet gaan. Uh, er zijn twee zusters die zitten te praten over, over de hoofddoek. He. En jij komt daartussen en je zegt: ah, Je moet geen hoofddoek aan, uh, aandoen, He. want dit of dat of dat. He. En of jij vindt van jezelf dat, dat dit of dat allemaal niet moet. En je geeft je eigen meningen. He. Dat is nu wat er, uh, precies wat er wordt bedoeld: dat je dingen zegt over Allah die je niet weet. Hm? Je weet het niet, maar je zegt toch je mening. Hm? Dit is een van de valstrikken van de shaitaan. En zo benadert hij zelfs ook de praktiserende zusters en de zusters van kennis. Hij, hij laat hen te snel met een bewering komen, ook al weten ze het eigenlijk nog niet goed. En dat zie je ook. Op social media. Je ziet twee zusters argumenteren over een onderwerp en jij komt ertussen en zegt: Wel, ik denk. Vanaf het moment dat jij zelf hoort zeggen: Ik denk, stop dan. Ik denk is niet de manier waarop regels worden gemaakt in islam. We maken regels in islam met Allah zegt. Zijn boodschapper Rasulullah, sallallahu alayhi wa heeft gezegd. En als je het niet verkregen hebt van Allah of van zijn boodschappers, Allah, o, wassalam, geef dan je mening niet. Het is zo simpel als wat. Hè? Maar we trappen steeds in die val van de shaitaan. En hm? laat je verkeerde zaken zeggen over Allah, en zo breng je daar, daar bovenop ook de andere, je medezusters, in de war. En zo help je eigenlijk shaitaan als het ware je zusters te misleiden. Want shaitaan zegt, en ik zal hen misleiden en ik zal hun lusten opvellen. En met lusten bedoel ik hiermee lusten uh, van de ziel. Hè? Dat, je, uh, dat je je ziel tevreden stelt met zaken die je zelf graag wilt horen. Hè? Ook al zijn ze niet waar of weet je er niks van. Hm? Shaitaan uh, heeft nog meer valstrikken en plotten. Shaitaan wil dat jij de creatie van Allah verandert. Dat je ondankbaar wordt voor zijn creatie. He, bijvoorbeeld allerlei zaken. Plastische chirurgie, neuscorrectie, haarextensions, valse wimpers, overdreven je tijd doorbrengen voor de spiegel, vrouwen die mannenkledij dragen, transgenderoperaties enzovoort. Nu moet ik wel zeggen, die transgender operaties, sommigen die dat doen, hebben een zwaar, zwaar, zwaar trauma. hebben complex trauma, dat is trauma uit hun kindertijd. En shaitaan maakt daar misbruik van. Hij leidt die mensen die daardoor verzwakt zijn helemaal op het slechte pad, subhanallah. En zij doen dan die operaties. Hm? En Shaitan maakt je ondankbaar. Wat Allah me geschonken heeft, is niet goed genoeg. En je kopieert wat shaitaan voorschotelt wat goed is. Wat hij zegt, hoe jij eruit moet zien. Want hij zelf vindt dat hij niet genoeg gekregen heeft van Allah en hij wil dat jij ook net zoals hem ondankbaar bent. En waarom volg, volg jij de impulsen van de modewereld? En de impulsen van de cosmetica wereld? 80% van hen zijn homoseksuelen en leven een zedeloos leven, een onzedelijk leven. En jij volgt hen. En Allah zegt, één ieder die shaitaan als zijn wali neemt, als zijn beschermer, als degene waar hij op rekent voor steun in plaats van Allah, heeft zeker een gigantisch verlies geleden. En shaitaan maakt hen beloftes. En hij verhoogt hun lusten. En al wat shaitaan belooft, is niets anders dan bedrog. Niets anders dan bedrog. En zo zien we weer dat shaitaan, uh, dat, de, dat de beloftes van Shaitaan, dat de dawa van shaitaan, niets anders zijn dan bedrog. En Shaitaan gaat nog verder. Een van de plotten en de valstrikken van Shaitaan, die vermeld worden in de Koran, is zicher zwarte magie, He? zwarte magie en het vragen om hulp van de jin. Maar dat is wel een heel apart hoofdstuk waar ik niet ga over uitwijden. zorgt dat je hulp gaat zoeken bij de jin hmm? om iemand te pijnigen, dwars te zitten of om iets te verkrijgen. Hmm? En deze hulp van de jin uh, vergroot alleen maar jouw verlies. He? En, en het versterkt alleen jou maar, maar jouw zwakte. Je krijgt eigenlijk niks. Het is ook een lege doos. Dus dit is ook een val van die shaitaan. En hij gebruikt die uh, vooral bij mensen waar hij, waarvan hij weet dat zij al sowieso al zwak zijn. He. Hij laat ze in de val lopen van Sicher. Ze vragen hulp bij de jin. En als shaitaan mensen niet aan, kan aanzetten tot Sicher, en hij. Hen uh, niet de hulp van de djinn kan uh, laten doen vragen. Dan zal dan zorgen dat deze mensen iemand anders gaan opzoeken en raadplegen die in contact staat met de djinn en aan zwarte magie doet. Hè? Een, een, een healer, een magier, een waarzegger. Bijvoorbeeld, hè, men raadpleegt hen voor hulp omdat hun dochter rebels is. De magier vraagt de ouders om een stuk van haar aard te geven, en de magier of waarzegger doet dan een ritueel en stelt de ouders gerust dat hij een djinn zal sturen die hen en hun dochter zal beschermen. Enzovoort, enzovoort. Allemaal leugens. Leugens. En dit is een van de grootste valstrikken van Shaitaan, vermeld in elk Koran. En alhamdulillah, wij moslims, wij zoeken hulp en vertrouwen bij Allah. Als we problemen en moeilijkheden hebben, dan richten we ons tot Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe erg ons probleem ook is en hoe groot de druk van anderen ook is. En als er sicher op ons wordt gepleegd, mogen wij dat niet te niet willen doen of proberen doen met zich terug te doen. Nee, wij gaan naar de Koran en naar Rukia Sharia. Of als wij zelf lijden onder zwarte magie. Dan zullen we ons nooit of te nooit richten tot een waarzegger of magier. We richten ons enkel en alleen tot Allah subhanahu wa ta'ala. Want wij moeten beseffen dat wat deze magiers doen is hulp vragen aan shaitaan. En dit is een van de grootste vormen van ongeloof en een van de grootste vormen van kwaad. Dus als we nu eens kijken naar al deze valstrikken van de shaitaan. Die vermeld worden in El Koran, dan zien we dat ze kunnen herleid worden tot twee zaken. En deze twee zaken worden vermeld in Surah El Fatiha. En met name aan het einde van Surah, Surah El Fatiha. Indina Sirata Mustakim. Leid ons naar het rechte pad. Sirata ladzina Anamta alayhim. Het pad van degene aan wie u uw gunsten hebt uh, geschonken. En daar wordt mee bedoeld de profeten, en meer specifiek de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gairil magdubi alayhim walad dalin. En we zoeken toevlucht bij Allah tegen twee soorten mensen. Dus leid ons niet naar het pad van degenen die uw toren hebben opgewekt, die de waarheid verwerpen of verbergen, nog naar het pad van de dwalenden. Almaghdubi alayhim. Wie zijn de Almaghdubi alayhim? De Profeet Mohammed (sallallahu alaihi wasallam) interpreteerde dat Allah hiermee de Joden bedoelde. Maar waarom? Waarom zijn deze Joden beschreven als Almaghdubi alayhim? Het zijn de mensen die de waarheid kennen, maar er zich toch van afwenden. En dat geeft de toren van Allah, want je kent de waarheid, je weet dat je in die moet dragen en toch doe je het niet. Je weet dat je moet bidden en toch doe je het niet. Dus iedereen die de waarheid kent, maar er zich desondanks vanaf wint, behoort tot de al-madubi alayhim. En al-dalin, uh, Al de al-dalin zijn de mensen die de waarheid gewoonweg niet kennen. Ze dwalen. He, want ze hebben innovatie op innovatie op innovatie gedaan en ze weten helemaal niet meer waar dat ze zitten He, en ze worden aangeduid als zijn de christenen dus het gaat over diegenen die de waarheid kennen maar die van hen afwenden de joden en het gaat over diegenen die de waarheid gewoonweg niet kennen, de christenen dus de mensen die daar steeds in onder, dus de mensheid zit, zit daardoor steeds in onderdrukking en verkeerd in een staat van onwetendheid. En de oorzaak van al het kwaad in de wereld ligt in deze twee zaken: onderdrukking en onwetendheid. Onderdrukking en onwetendheid zijn de kernoorzaken van alle kwaad in de wereld. Alle kwaad. Je kan geen kwaad vinden, zelfs het aller, allergrootste kwaad. Het komt van deze twee zaken. Het is ofwel een vorm van onderdrukking ofwel een vorm van onwetendheid. En daarom zoeken wij via ons gebed, hè, via ons gebed toevlucht, uh, weg van de onderdrukkers. Degenen die weten, maar desondanks het, het verkeerde doen. Dus het zijn onderdrukkers. Hè, ze onderdrukken eigenlijk het geloof. En weg van degenen die het gewoonweg niet weten, als zijn, hè, ze zijn dus de onwetenden. En al het kwaad op de wereld komt dus van deze twee zaken. Dus we gaan naar de staat kijken waarin de mensheid verkeert. Als de mens zich niet tot el-islam wendt. Als de islam niet wordt gevolgd. Als men zijn karakter niet corrigeert via kennis, dat ons gezonken is via islam. dan zijn wij ofwel onderdrukkers, ze kennen de waarheid wel, maar ze passen ze niet toe. Of ze verkeren in een staat van onwetendheid en kennen de waarheid gewoonweg niet. Dus wij dienen kennis op te doen. En Shaitaan, de duivel, bouwt op deze twee elementen. En hij bouwt op deze twee dingen met twee sleutelelementen: via lust en via valse ideeën over het geloof. Het eerste element lust. Shaitaan zal je lusten daar waar je ziel naar verlangt aanwakkeren. Jouw nafs aanwakkeren, aanmoedigen. Je bent lui, je doet niets, je bent niet betrokken met de oma, je eet maar voedsel, je leeft van dag op dag, je denkt aan, 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 aan mannen of aan vrouwen, en je zit in een arme relatie verwikkeld en je verlangt naar, naar weelde, naar macht en, en, en status bijvoorbeeld. Deze lust en verlangens die tegen el-Islam zijn. Shaitaan wil dat je ze doet, en dit is de onderdrukking die Shaitaan wil dat jij jezelf aandoet. En aan de andere kant heb je de onwetendheid. Onwetendheid die Shaitaan gebruikt als tweede element, en dat is misleiding in het geloof. Hij verspreidt valse ideeën en allerlei fantasieën over El Islam. Hij verspreidt misleidingen onder de mensen. Je hoort iets en je denkt al dat het waar is. Maar het is niet waar. Maar je wilt wel graag dat het waar is. Want je wilt dat volgen. Hm? Jeetan gebruikt dit om je onwetend te maken, en je weg te leiden van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar hoe moeten we nu vechten tegen deze twee zaken? Ik had al helemaal in het begin gezegd, vechten. Het is dus een werkwoord. Hoe moeten we nu vechten tegen deze twee zaken? Dus alle kwaad komt dus van deze twee kanten, ofwel ja, lusten en onderdrukking, of misleiding en onwetendheid. Dus hoe kunnen we nu vechten en op het rechte pad uh, blijven? Hm? Wat verlangens en lusten betreft en dus zelf onderdrukking kunnen we dit bevechten door takwa, uh, ta vrees voor Allah. En het beseft dat Hij de Alwetende, de Alhoorende, de Alziende en de Almachtige is. Allah. En met het verkrijgen van sabber, geduld in het gehoorzamen van Allah en het verkrijgen van geduld bij het vermijden van het slechte. Dus we oefenen onze ziel in het verbieden van het arame te willen doen. We moeten dus onszelf trainen, ons oefenen. Het zit in onze natuur, hè. Allah heeft ons zo, zo geschapen om zonde te verrichten. Er is niemand die geen zonde verricht. Hm? En de ziel zal steeds, hè, onze af, zullen steeds richting het kwaad willen gaan. We moeten het te, dus terug inbinden en weer op het juiste pad brengen. Dat is dus een werkwoord. Elke dag, elke dag moeten wij dat doen. Hè? En de ziel van de mens is als een kameel. Je gaat, hier niet, je gaat hier gaan horen over de tactiek van de kameel. En wat is dat eigenlijk? De eerste keer dat je een kameel vraagt om te gaan zitten, eist dit al jouw kracht om die te bewerkstelligen. Je moet het echt op de grond trekken en duwen om het daar te houden. Want die kameel wil dat niet. Maar één keer dat die kameel voor jou zit, gaat hij elke keer voor jou zitten. Hij is getemd. Hè? En zo is het ook met jouw ziel. Je moet die tactiek van de kameel toepassen op jouw ziel. Hm? De eerste keer zal je heel veel moeite moeten doen... om weg te blijven van uh, die harame relatie... of dat chatten, of uh, dat, dat excessief gamen... of, of die drugs, enzovoort. Hè? Je, je, je nafs snakken daarna, die willen dat... Hey, die willen daar niet van weggaan, die willen daar niet mee stoppen, maar jij gaat jouw nafs trainen. Hm? Dus uh, het is fysiek en mentaal moeilijk, maar jij zult het moeten doen. Hey? En als jij eenmaal jouw ziel daaraan hebt gewend geraakt hey, aan het gewend geraakt aan het luisteren, hey, het is niet gewoon van ah ik mag dat niet meer doen. Nee, jij moet je, jouw ziel Gewend maken om te luisteren. Heel de tijd He, naar de zaken die Allah wil. Hm? Dus uh, wij moeten dit bevechten. En hoe bevechten we misleiding, valsheden in het geloof en verkeerde informatie over geloof? Dat wordt verspreid onder de mensen. Hoe bevechten we dat? Eerst en vooral heel logisch. Door kennis op te doen over islam. En wees daar niet lui in. Wees daar niet lui in. Wees een zoeker. Hè? Dus we kunnen onze defensie tegen shaitaan samenvatten als volgt: dat we kennis opdoen en ons volgens die kennis gedragen, want als we die kennis niet praktiseren, heeft die kennis totaal, totaal geen zin. Al die boeken hebben geen zin, als jij dat niet in daden omzet. En we spreken anderen aan hetzelfde te doen. En we hebben geduld bij het doen van goede daden. En we hebben geduld in het vermijden van, van slechte daden. En we hebben geduld in elk kader. In, de, in datgene wat Allah voor ons heeft voorbestemd. Dus eender wat shaitaan met je doet. En dat is dus elk moment van de dag. Het komt van deze twee dingen. Of hij bespeelt je lusten en verlangens... Hij laat je ziel afdwalen naar zonde. Of hij zal zorgen dat je geen juiste kennis hebt van je geloof. En dan zal je via misleiding weghouden van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je gaat dit kwaad bevechten door kennis op te doen over el-Islam. Deze kennis in praktijk brengen. Anderen aanmoedigen ook, ook om deze kennis in, uh, op te doen en in praktijk te brengen. Door geduld te hebben bij het verrichten van goede daden. En weg te blijven van haram. En geduld hebben bij uw voorbeschikking, de kader van Allah Subhanahu wa ta'ala. En dit alles ga je doen, terwijl je je toevlucht uh, neemt bij het herdenken van Allah. Dikker. Want Allah Subhanahu wa ta'ala vermeldt dat degene die Allah niet herdenkt, vernesteld zal geraken in de valstrikken van de shaitaan. En Allah Subhanahu wa ta'ala zegt, degene die zich afvindt, van de dikker van Allah, aan hem zullen we een shaitaan toewijzen die een intieme, persoonlijke relatie met hem aangaat. En langs de andere kant spreekt Allah subhanahu wa ta'ala ook de gelovigen toe. Wanneer een gelovige takwa heeft, hè, vrees voor Allah, wanneer een gelovige takwa heeft, als dan de shaitaan met zijn valstrikken komt, zal die gelovige zich Allah herinneren, en zullen zij klaar zien. Hm? Gelovigen, hè, die hebben een hart dat ziet. En een ongelovige, iemand die ver verwijderd is van Allah, die is blind. Die gaat dus niet klaarzien. Hm? Dus door dikker kunnen wij ons beschermen tegen de valstrikken van shaitaan. Het beste is dan om dikker te doen uh, na Maghrib of na het Fajr-gebed, in de avond en in de ochtend. Maar je kan het in feite elk moment van de dag doen. En nu komen we nog naar iets zeer belangrijks... dat je toch ook zou moeten weten over de shaitaan. Hoe zorgt shaitaan ervoor dat hij jou raakt als individu? Als individu. Hm? Er zijn genoeg voorbeelden uit el-Koran en de Sunna... hoe shaitaan te werk gaat in het teisteren van een persoon. Voor elk van ons, jij en ik... Voor elke zuster heeft shaitaan een specifieke methode op maat. Op maat. Denk maar eens aan jouw eigen zonde, die jij dikwijls begaat. Iedereen heeft wel zo'n zonde. Denk gewoon eens aan één specifieke zonde. Concentreer je daar eens op. Het moet een zonde zijn die jij dikwijls begaat, waar je zo in vast zit. Waar je niet mee kunt stoppen. Wees er maar zeker van dat shaitaan een manier heeft om jou telkens en telkens aan te moedigen om deze zonde te begaan. Dus kijk eens naar deze aanmoedigingen. Hoe dat, dat proces verloopt. Hè? En dat is jouw persoonlijke strijd, jouw persoonlijke jihad die jij dient te plegen. Jij moet daar werk van maken. Hè? Er, zijn, er zijn moslims... Zij, zij proberen een goed leven te leiden. Zij, zij doen goede daden. Zij bidden. Zij doen van alles. Alles wat goed is. Maar die hoofdzonde, die pakken ze niet aan. Dat is voor als ze een keer tijd hebben. Wel, dan raad ik jou aan. Sta een keer stil met jouw leven. En focus je een keer op die hoofdzonde. Op die zonde die jou in de greep heeft. Sta stil en doe daar iets aan. Je moet dus je eigen persoonlijke valstrikken van je vijanden kennen. En je moet zelf, zelf, zelf een manier kennen of bedenken om die te stoppen? Want dat moet gestopt worden. Dus denk even. Hoe komt het dat ik die telkens doe? Wat gaat eraan vooraf? Wat gebeurt er juist met mij? En hoe, hoe komt dat ik het telkens zo ver laat komen? Dus je moet goed beseffen dat je een eigen persoonlijke shaitaan hebt die technieken toepast op jouw maat. Hm? En dan uh, moet je begrijpen dat jij zelf, jij zelf die shaitaan dient aan te pakken. Dus dat kan betekenen dat jij sommige vriendschappen moet verbreken. Ik kan dat niet genoeg zeggen, ook die ene vriend. Dat je jezelf geen toegang meer mag laten hebben tot bepaalde zaken of plaatsen. Dat zijn allemaal voorbeelden dat ik geef. Hè? Dat je dingen bijvoorbeeld moet wegsmijten. Uit je huis moet bannen. Dat je naar bepaalde plaatsen, niet meer, uh, die, bepaalde plaatsen die aan raam zijn, niet meer mag bezoeken. Dat je niet meer naar die of die persoon gaat bellen of SMS'en. He, dat je mensen moet blokkeren op je telefoon of social media. Dus ja, er zijn dus valstrikken in het algemeen, die Shaitaan gebruikt voor in de algemene zin voor iedereen. En er zijn valstrikken die Shaitaan enkel voor jou gebruikt. Dus dat moet je goed beseffen. Dus dat is jouw innerlijke strijd die jij moet voeren. En uh, dan moet je alle zaken, vrienden en plaats vermijden of verwijderen die tot die zonde kunnen leiden. Het is dus jouw taak hè, om hierbij stil te staan. Dat is jouw taak. Sta daarbij stil. En je dient een uitweg te vinden. Hè, want shaitaan is uiteindelijk jouw vijand, niet jouw vriend. Hm? En hij zal je nooit beschermen. En hij zal je nooit voorzien, En hij zal nooit jouw vriend zijn, dat wil hij zelfs niet. Hm? al heeft hij dat jou al honderd keer wijs gemaakt dat hij jouw vriend wel is. Hij is je vriend niet. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt heel duidelijk. Dus zie shaitaan als vijand, zegt hij. Allah gebiedt ons om shaitaan als onze vijand te zien, want shaitaan stopt nooit met ons te bestoken. Nooit. Dus weet dat als je je zonde kunt afsnijden, Doe dat dan zo snel als mogelijk. Wacht er niet mee. Hoe sneller, hoe beter. Stel dat niet meer uit. Ben je verwikkeld in een narame relatie? En je, heb, de, heb je de verkeerde gewoonte om steeds omgang te hebben met het andere geslacht, vrij te mixen? Dan moet toch, allez, je moet beseffen, je moet dat onderzoeken van waar komt dat eigenlijk? He? Misschien verricht ik het gebed niet. Of het komt via mijn werk. De universiteit misschien of via internet. Dus jij dient echt actie te ondernemen. En de eerste actie is stil te staan bij jezelf. Heel de, heel de boel te bekijken. Hè? En jij moet beginnen te ondernemen. Hè? Je volgt misschien uh, met opzet een cursus om, of je gaat naar daar of daar om, om mensen van het andere geslacht te leren kennen. Stop daarmee. Stop met die cursus te volgen. Stop met naar daar of naar daar te gaan. Als jij die neigingen hebt, die, die, die onzuivere intenties hebt. Hm? En nu nog iets. Denk maar niet, als je, je hebt kunnen allez, vechten en verzetten tegen shaitaan, dat hij dan stopt met jou. Hij is devoot en hij stopt nooit. Dus als je bijvoorbeeld gestopt bent met die arame relatie... Shaitaan zegt, oké, okay, zij heeft gewonnen, maar uh, ik ga haar op een andere manier aanpakken. <laughs> Hij zal je misschien uh, gehecht laten geraken aan muziek. Hè? Om die jongen te vergeten, ga je veel met muziek, naar muziek luisteren. Dat verstrooit jou. En zo komt Shaitaan weer binnen. Hm? Of je gaat plots veel aandacht aan je uiterlijk besteden, of aan mode... Of je ontmoet een, een nieuwe zuster en zij heeft een eigen zaak. En zij draagt geen hijab. Ze is zeer westers en uitdagend gekleed. En je ziet haar. En je neemt haar als voorbeeld. Dat is iets nieuws. Dat is iets leuks. En jij wil ook hebben wat zij heeft. En je gaat haar levensstijl kopiëren. En je volgt ook hijab influencers Dat zijn weer nieuwe valstrikken van de shaitaan. En wat Shaitaan ook doet, hij gaat je ontmoedigen, ontmoedigen om goede daden te verrichten. En hij gaat jou bezighouden met tijdverlies. Hè? Beste zuster, wees slimmer dan je vijand. Wees slimmer dan je vijand. Doet Shaitaan een zet. Wel, zet een betere zet terug met de hulp van Allah. Door dikker van Allah, door goede daden te doen, door geduld te hebben. En vergeet het verhaal van de kameel niet. Dan zal Allah je helpen en leiden en steunen om deze valstrikken van de shaitaan te weerstaan. En we kunnen hier afsluiten met Allah subhanahu wa ta'ala te vragen of te smeken ons te redden uit de klauwen van de shaitaan. Ons de waarheid te tonen en ons te helpen deze waarheid te volgen. We vragen Allah ons te behoeden voor valsheid en dat we die herkennen als valsheid. En dat we de waarheid en valsheid niet door elkaar mixen en zo misleid worden. En Allah is de enige waar we steun bij zoeken en Allah is de enige waar we hulp aan vragen. En Allah is, in, is tot alles in staat. بارک الله فیکم تلسترن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ